Welkom bij de agenda. Wat is er dinsdag in het nieuws? Het had een haar gescheeld of ex-advocaat Bram Moscovici had het ongeluk niet overleefd. Op 8 maart ging een man in een dollemansrit. In vliegende vaart probeerde hij aan de politie te ontkomen. Ja, dinsdag staat deze Spencer aan voor de rechter. Hij reed meerdere mensen bijna aan en kwam tot stilstand tegen de auto van Moscovici. Hij zat daarin samen met zijn dochter. En werden dus door een auto die in vliegende vaart aankwam rijden geraakt aan de linkerkant. Moscovici vertelde mij vanmiddag dat hij in een reflex zich over zijn dochter heen heeft gegooid. En hij zegt daarvan, ja, dat was eigenlijk ook mijn redding, want hij kwam aan de linkerkant gewoon naar binnen rijden, die man. Wat er gebeurd is dat die man eerder daarvoor door politieagenten werd aangehouden. Er was een agent die wilde hem handboeien omdoen. En toen heeft hij plotseling gas gegeven, heeft die agent 20 meter meegesleept. Daarna heeft hij nog bijna een voetganger die probeerde hem tot stoppen te dwingen geschept, maar die wist nog net op tijd weg te springen. En helemaal aan het eind van de Spiegelgracht kwam hij dus tot stilstand tegen de auto van Bram Moscovici. Het Openbaar Ministerie vat het ook heel zwaar op. Die leggen hem 6 keer poging tot doodslag te lasten en dat is pittig. Op poging tot doodslag staat een gevangenisstraf van 10 jaar, maximaal. Maar omdat het gaat om meerdere pogingen tot doodslag, kan zoiets nog met een derde vermeerderd worden. Wat gebeurt er nog meer? Zanger Dean Sanders zit in het beklaagde bankje van de rechtbank in Alkmaar. Hij moet zich verantwoorden voor een mishandeling in Zaandijk, een brandstichting en het bezitten van een dolkmes. En U2 haalt de show in Stockholm in. Die kon zondagavond niet doorgaan, omdat er een man met een pistool in de Globe Arena zou rondlopen. Het publiek is toen geëvacueerd. En in de krant aandacht voor de Atlantiekwal in Den Haag. De verdedigingslinie van de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. Die wordt nu gerestaureerd, zodat binnenkort alle monumenten zijn te bezichtigen. Maar het wordt natuurlijk niet helemaal strak en netjes opgeknapt. Kijk, als je hier binnenkomt, dan zie je niet een netjes geveggerde bunker. Dat is niet onze opzet. Je moet echt gewoon wat je als qua jongen eigenlijk zegt. Hé, hier ben ik vroeger ook geweest in zo'n ding. Dat is het leuke ook daarvan. En dan krijgt u tenslotte nog wat weer. De dag begint bewolkt met wat regen. Het klaart eventjes op, maar al snel krijgen we flinke buien met kans op onweer. Het wordt zo'n 16 graden. Tot zover. Dag.